Met de nieuwste AirPods en een iPhone kan je nu reageren op telefoongesprekken of aankondigingen van Siri door je hoofd nee te schudden, dus zo, of ja te knikken, zo. Als het goed is moet je dat echter maar 2 keer doen en anders reageert hij niet. Ik ga in deze video laten zien hoe het werkt. Voor mij is het ook nog redelijk nieuw en laten we meteen aan de slag gaan. Ik doe mijn AirPods even in en dan vervolgens ga ik naar Bluetooth in de instellingen app. En dan kies ik voor AirPods Pro, die zijn verbonden. Dan scroll ik wat naar beneden en dan staan er dus de extra instellingen. Waaronder dus hoofdgebaren. En die staan bij mij aan. Nou, staat er ook accepteer. Dan moet je dus op en neer, dus dit doen. Weiger, heen en weer. Je kan hier kiezen voor probeer hoofdgebaren. Krijg je ook een vinkje. Oké. Je kan het eventueel ook omdraaien. Nou, laten we het even uitproberen. Ik ga mezelf bellen. Oké, hij gaat over. En hij is opgenomen. Als ik nu nee schud? Nee. Hij houdt niet op die manier. Laten we ook eventjes afwijzen proberen. Ga ik nog een keer bellen. Dus ik word weer gebeld. En nu wil ik hem niet opnemen. Oké, je hoorde hem ook oké zeggen. Als je de Siri-aankondigingen krijgt, dan kan je ook op die manier de Siri-aankondigingen stoppen of op een bepaalde manier op reageren. Dus wil je dat hij stopt met voorlezen, dan schud je ook gewoon zo nee. Binnenkort ga ik een video maken over de AirPods 4. Zou leuk zijn als je daarbij bent. Klik op die abonneerknop, dan kan ik ook dit soort video's blijven maken. Vast heel erg bedankt. Dit was een video van Time to Kite. Mijn naam is Timon en nu is het time to go.